deze nieuwe video. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga vandaag een soort van challenge doen. Ik ga een make-up look maken met allemaal kleuren die ik niet vaak gebruik of gewoon bijna nooit gebruik. Ik vind van mijn eigen dat ik echt best wel veel afwissel qua make-up looks en kleuren. Ik gebruik ook echt best wel vaak kleuren en ik maak best wel vaak looks die niet per se mijn smaak zijn, maar ik wil gewoon altijd heel veel afwisselen en heel veel soorten looks maken. Als je mij op Instagram volgt, kun je dat ook wel zien. Ik maak echt van alles. Maar er zijn toch wel bepaalde kleuren en ja, gewoon bepaalde looks die ik toch niet zo vaak maak. Omdat ja, ik vind ze mij gewoon niet staan. Iedereen heeft wel een bepaalde kleur of een bepaalde look die er gewoon niet staat. En ja, dat heb ik gewoon ook. Dus vandaag ga ik mij gewoon met die kleuren opmaken. En dat lijkt me echt heel leuk, omdat dan kunnen jullie ook een keer een ander soort look zien. En dan ja, iets anders zien. Dus dat leek me wel een leuke challenge. En ik heb het echt over alles. Ik heb het niet alleen over oogschaduw of zo. Ik heb het echt over ook foundation, primer. Ik ga gewoon alles gebruiken wat ik normaal niet zou gebruiken. Dus ben je hier benieuwd naar? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Oké, ik heb een beetje rode plekken allemaal op mijn huid. Dat komt omdat ik hier twee puistjes heb. En ik ben hier een aantal keer gebeten door een mug. Dus mijn huid is niet echt in topconditie op dit moment. Ik ga eerst gewoon even, voordat ik begin met ja, waar de video echt over gaat, ga ik even mijn ogen primen met een W7 primer. Want ik ga eerst met mijn ogen beginnen. En dan ga ik het ook gelijk even afpoederen met wat losse poeder. Dit doe ik altijd, zodat ja, ik het straks allemaal goed kan blenden. Oké, dan gaan we nu beginnen met de ooglook. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik weet al wel een beetje de kleuren. Kleuren die mij gewoon niet echt staan, vind ik persoonlijk, zijn hele donkere kleuren. En dan praat ik echt over zwartige, grijs kleuren. Die gebruik ik vandaar ook niet echt vaak. En de kleur zilver. Ik wil bijna zeggen haat, maar dat is zo een sterk woord. Ik hou niet van de kleur zilver op mijn ogen. Ik vind het niet mooi. Ik hou van goud, ik haat zilver. Dus ik gebruik het bijna nooit. Ik heb hier het W7 Space Out paletje. Dit zijn wel een beetje kleuren waar ik niet in eerste instantie naar zou grijpen. Dit zijn een beetje donkere kleuren. Een beetje cool tone ook. Ik ben meer van warme kleuren. Ik heb hier ook een holographic-achtige kleur. Als je mij al een tijdje volgt, weet je dat ik niet van holographic hou. Ik hou echt, toen dat helemaal een hype was, ik vind het allemaal helemaal niks. Want het staat mij niet. Het staat gewoon niet met mijn huidskleur. Ik vind holographic prachtig bij een lichte huidskleur. Maar bij mijn huidskleur, ik vind het gewoon niet staan. Dus dit zijn echt kleuren waar ik normaal niet naar zou kijken. En dan heb ik hier nog een paletje van Wet n Wild. En dit zijn ook een beetje kleuren die ik niet echt zou gebruiken. En dan heb ik het vooral een beetje over de onderste vier. Die vier zou ik wel kunnen gebruiken. En die heb ik ook gewoon vaker gebruikt. Maar dit soort kleuren zijn gewoon onwijs donker. En ja, het is niet echt mijn ding. Dus ik ga even deze twee paletjes gebruiken om een look te creëren. Ik ga eerst deze kleur gebruiken. Dit is de kleur Interstellar. En die ga ik als transitiekleur gebruiken. En dit is ook weer een hele cool toon bruin. Ik vind dit soort kleuren op zich wel mooi. Maar ja, zoals ik al zei, het is allemaal niet zo mijn ding. Ook omdat ik van nature ook best wel donker ben. Ik ben getint, mijn haren zijn zwart, wenkbrauwen zwart, mijn ogen zijn ontzettend bruin. Ik heb echt de meest donkere bruine kleur ogen die je kunt hebben. Dus ja, ik vind het dan altijd heel snel gothicie worden. Dus ja, vandaar dat ik niet echt naar dit soort kleuren grijp. Nou pak ik deze donkere bruine kleur en daarmee ga ik er een beetje overheen. Niet te veel, want deze kleur is niet mat en ik wil niet een hele glitterfestijn op mijn ogen hebben. Oké, dan pak ik van mijn Wet n Wild paletje deze kleur. En die ga ik hier echt binnen in mijn arcadeboog doen. Echt onder dit bot om het iets donkerder te maken. En daarvoor ga ik een iets kleiner penseeltje gebruiken. En ik ga het zo hier buiten doen en dan zo naar binnen. Want ik ga een halo eye maken. Een halo eye is ook een soort ooglook die ik niet vaak maak. En dat komt omdat ik heb vrij ronde ogen waar ik niet blij mee ben. Ik vind dat niet mooi. En door een halo eye wordt het nog ronder. Dus vandaar dat ik dat niet heel vaak doe. Ik vind het wel mooi. Maar ja, ik doe het dus gewoon niet vaak. Dus vandaar dat ik het nou wel ga doen. Hè. En dan pak ik uit dit paletje de kleur zwart. En daarmee deze kleur heet Black Hole. Oké, apart. Maar daarmee ga ik het in ieder geval een beetje uitblenden.
Nou, ik heb het nu al uitgeblend. Nu pak ik deze kleur. En die ga ik op mijn ooglid doen. En ik maak mijn mat... En ik maak mijn kwast nat met fixing spray die van Essence. En dan pak ik deze holographic kleur en daarmee ga ik er overheen. Ik heb dus die eerste kleur gedaan een beetje als basis, omdat de holographic kleur heeft niet echt heel veel pigmentatie. Dus het leek me beter om die meer als topper te gebruiken. Want dit is echt zo niet mijn kleur. En dan ga ik het allemaal weer een beetje uitblenden. Ik heb verder niks meer gedaan op de kwast. Dit doe ik gewoon met ja, wat er nog op zit. Nou, en om het dan nog iets extra te laten glinsteren, gebruik ik de W7 Metal Eyeliner. Dat is dus deze. En dit is ja, in de kleur. Het heeft geen naam, maar deze is zilver. Volgens mij heeft hij wel een naam. Maar staat het er niet op. Oh, de naam heet Glam Bam. Hij heet Glam Bam. En daarmee ga ik er gewoon een beetje overheen om het iets glitteriger te maken. Dat vind ik wel mooi. Ik doe niet super veel, maar gewoon zo'n beetje. Dan pak ik weer mijn Wet n Wild palet en dan pak ik weer deze kleur voor onder mijn wenkbrauw. Nou, dan is het tijd voor eyeliner. Ook hiermee ga ik iets anders doen. Ik ga hiervoor deze geweldige eyeliner gebruiken van de Action. En waarom deze is? Omdat deze niet mat is. En ik ga normaal altijd voor een matte eyeliner. En deze, ja, deze glanst. Dus ja, voor deze look ga ik voor deze. Oké, ik heb een beetje overdreven met de wing, maar oké. Nou, dit ook. Oké, het is iets heftiger geworden en iets dikker dan wat ik in mijn hoofd had. Maar oké, nou is het tijd voor mascara en nepwimpers. Er is niet echt iets wat ik daarmee anders kan doen. Dus die ga ik gewoon even opdoen en dan kom ik zo terug. Oké, daar ben ik weer met mijn mega wimpers op. Deze wimpers zijn van Queen Tarzi en die heette Jasmine. Dit zijn ook echt hun meest lange, dus deze zijn echt heel extreem. Maar daar hou ik van. Ja, ik vind de look wel mooi, maar ja, het zijn gewoon echt niet mijn kleuren. Nou gaan we even snel verder met het gezicht en ik ga eerst mijn gezicht primen. Iedereen die mij volgt weet, ik herhaal het echt in elke video, ik heb een droge huid. Het is voor mij echt moeilijk om... Kijk, ik heb vaste followers die echt al mijn video's bekijken, maar ik heb ook bij elke video weer nieuwe mensen. En dan is het moeilijk om een balans te vinden tussen dingen niet te vaak te herhalen, omdat de vaste followers er dan last van hebben om iedere keer weer hetzelfde te horen. Maar... ik moet ook weer dingen wel blijven herhalen, want ik heb ook weer elke keer nieuwe followers. Dus om daar een balans in te vinden is echt moeilijk. Maar in ieder geval, omdat ik dus een droge huid heb, qua primer gebruik ik dan altijd hydraterende primers. Tenminste, meestal. Ik gebruik dus niet echt vaak matte of siliconen primers, dus vandaag wel. Dus ik ga vandaag de Smashbox Photo Finish primer gebruiken. En deze, dit is echt een siliconenbom. Bom en hij maakt je huid helemaal mat. Ja, en voor een droge huid als mij is dat gewoon niet fijn. Wat ik wel vaak doe is dat ik ze dan alleen smeer op mijn probleemgebieden. Zoals hier zo voor de poriën. Die mogen wel weg, maar ik doe het nooit echt helemaal op mijn hele gezicht. Wat ik dus nou wel aan het doen ben, want ja, vandaag doen we alles anders. Maar ja, mijn huid is niet heel extreem droog, dus... ik kan er altijd wel een beetje mee wegkomen. Nou, dan foundation. We gaan het ook anders doen met foundation. Ik heb een medium huidtoon met een neutraal slash gele ondertoon. Dus de ondertoon die ik niet heb is roze. En dat heeft deze concealer wel. Dit is de Fast Base Stick Concealer van Makeup Revolution in de kleur F9. Dit is in principe mijn kleur. Het is een medium kleur, maar de verkeerde ondertoon. Dus ik ga me vandaag foundationen... met een roze ondertoon. Ik hoop dat ik er een beetje mee weg kan komen. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien op de camera, maar in het echt wel. Het is echt heel roze. Nou, ik doe er lekker veel op. En dan gebruik ik gewoon mijn foundation kwast om het allemaal uit te blenden. Dit is de Morphe Y6 foundation kwast en ik vind deze super fijn. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in welke kwast ik allemaal gebruik, ik heb daar een hele video over gemaakt, dus... tenminste, ik heb geen video gemaakt over al mijn kwasten, maar alleen over de kwasten die ik echt elke dag gebruik. En ja, klik even hierboven als je die wilt zien. Ik doe heel even iets meer op, omdat ik iets meer
dekking wel. Voor de mensen die het graag zouden willen weten, mijn normale kleur die ik normaal heb van deze foundation is F8. Dus als je mij als referentie wilt gebruiken om te kijken wat jouw kleur gaat zijn. Als je mijn huidskleur hebt, heb je dus waarschijnlijk F8. Oké, nou ik vind dat ik er op zich wel mee kan wegkomen, ondanks dat het de verkeerde ondertoon is. Nou, qua concealer ga ik altijd voor een lichte concealer met een volledige dekking. Waar ik dus niet voor ga is zo'n concealer met bijna geen dekking. En ook niet zo'n concealer die bijna mijn huidskleur is. Deze is van Essence, deze is van Maybelline. Ik vind ze allebei toppie, alleen heeft deze niet veel dekking en deze is gewoon iets te donker. Ik hou toch wel iets van een iets lichtere kleur. Ik ben aan het denken welke ik dan wil gaan doen. Ik denk dat ik dan gewoon ga voor de Maybelline. Ik snap by the way de hype hierover niet echt helemaal. Ik vind het een fijne concealer, maar ja, niet zo geweldig als hoe iedereen altijd helemaal doet. Okay, er zullen nou wel mensen zijn die gaan zeggen van ja, dit is toch gewoon de goede kleur voor jou? Nee, normaal ga ik echt lichter. En dan blend ik hem uit met mijn beauty blender. Oké, dan ben ik heel even snel mijn neus contouren. Er is niet echt een manier om dit anders te doen, dus ik doe dit gewoon even zoals normaal. Oké, normaal zou ik dan nou gaan baken, dus heel veel poeder aanbrengen onder mijn ogen en zo. Maar ja, dat kan ik dus nu niet doen, omdat we het anders doen. Dus ik ga gewoon de lichtjes overheen met de Benefit Hello Flawless poeder. En dit is in de kleur I Love Me Ivory. Ik moet echt zeggen, ik bake echt altijd. Ook al maak ik een hele lichte make-up look, ik bake altijd. Omdat gewoon, ik weet niet, het gaat anders gewoon altijd creasen. Ik heb wel eens geprobeerd om er gewoon een beetje lichtjes met poeder overheen te gaan. Zoals anderen ook doen. Maar op de een of andere manier werkt dat gewoon bij mij niet. En ik zie superveel verschil. En ik vind baking, het effect van baking, zoveel mooier dan dat ik het gewoon echt altijd doe. Maar ja, voor nu dus niet. Met pijn in mijn hart. Wat ik dus nu ga doen is gewoon een beetje met mijn kwast hierin. En dan ga ik gewoon zo onder mijn ogen en eigenlijk ook over mijn hele gezicht. En dan pak ik een hele grote kwast en dan ga ik gewoon over mijn hele gezicht. Nou, dan is het voor nu heel even klaar met de huid en gaan we verder met de ogen. Ik ga ook wat oogschaduw onder mijn ogen aanbrengen. En daarvoor pak ik weer dit paletje en dan pak ik gewoon de donkste kleur. En dan pak ik mijn Urban Decay oogpotlood voor in mijn waterlijn. En dan doe ik het allemaal nog een beetje uitblenden. En dan pak ik mijn Benefit Bad Girl Bang Mascara voor de onderste wimpers. En dan ga ik deze lichte witachtige kleurtjes allebei met elkaar mengen voor in de binnenste ooghoek. Deze twee kleuren zijn zo niet gepigmenteerd. Deze zijn echt geschikt om op een andere oogschaduw te doen. Maar als je ze gewoon zo los aanbrengt... Ik weet niet of jullie iets zien, maar ik zie echt bijna niks. Dus ik ga even iets anders doen. Ik pak weer die zilveren W7 eyeliner en die ga ik ook hier binnen aanbrengen. En ik breng het ook een beetje naar beneden. Zo, nou heb ik echt een ooglook gemaakt die ik niet snel zou maken. Ik vind het echt heel donker, maar ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Maar ja, ja. Meer heb ik er niet over te zeggen. We gaan even verder met het gezicht. Qua bronzer kun je niet echt hele gekke dingen doen. Maar ja, het enige verschillende iets wat je kunt doen is of je pakt een matte bronzer of een glimmende bronzer. Ik neig meestal naar een matte, dus ik zal voor nu een glimmende gebruiken. En dat is de Makeup Revolution Baked Bronzer in de kleur Bronzed Fame. Al gebruik ik deze de laatste tijd best wel veel, want ik vind hem echt heel mooi. Maar normaal ben ik toch wel meer geneigd om voor een matte te gaan. Oh, ik ben zo niet blij met mijn huidmake-up. Ik vind het hier echt niet mooi. Dit is dus echt waarom ik altijd bake. Anders wordt het gewoon nooit mooi. Ik snap niet waarom het bij anderen wel mooi is, maar ik per se moet baken. Ja, ik vind het gewoon niet smooth genoeg. Maar ja, we gaan gewoon lekker verder. Voor blush, ik ga bijna nooit voor een hele lichte roze kleur. Dus vandaag wel. Dit is de Hikari blush in de kleur Cameo. En dit is een hele lichte roze kleur. Ik ga niet te veel aanbrengen, want deze is heel gepigmenteerd. Dus ja, ik moet een beetje normaal doen. Nou, als highlighter gebruik ik altijd een beetje gelige nude kleurtjes. Ik ga nooit voor hele felle kleuren laten staan, holographic. Dus vandaag gaan we dat wel doen. En ik gebruik mijn Anastasia Highlight Palet in de kleur... en dit is het paletje Aurora. Deze heeft
super aparte kleurtjes die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Wat eigenlijk best wel zonde is, want dit paletje is best wel duur, echt rond de 40 euro. Maar ja, ik ga dit dus vandaag gewoon wel doen. En ik ga deze hele lichte kleur pakken. Dit is de kleur Luna. Die zou ik normaal echt nooit pakken. Die is echt veel te wit. Veel te, ja, holographic witachtig. Niet mijn ding. En ik pak ook gewoon lekker veel. Gewoon zoals ik normaal ook zou doen. Nou, daar gaan we. Nou, ik vind hem wel echt heel mooi. Maar hij is... Dit is... Ik vind holographic echt, echt niet mooi. Op mijn huid tenminste. Kijk, dit is echt veel te licht. Het is wel mooi. Ik moet wel zeggen, de glow is wel echt real. Echt, mensen met een hele lichte huid. Zulke kleuren zijn geweldig bij jullie. Alleen ja, bij mij niet. Ik ga er overheen nog met de kleur Eclipse. Dit is ook, ja, een hele lichte kleur, maar iets meer geelachtig. Niet dat het echt verschil maakt, maar oké. En die kleur ga ik ook op mijn neus aanbrengen. Mensen, ik heb echt veel te veel aangebracht allemaal weer. Nou, je kunt wel één ding zeggen. Het is wel super heftig. Oké, dan als laatste lippen. Er is niet echt iets wat ik mooi doe. Ik grijp niet echt vaak naar hele donkere kleuren. Dus misschien dat ik vandaag een donkere kleur kan doen. Al zou ik dat nooit doen. Normaal met zo'n ooglook zou ik echt gaan voor nude. Maar ja, dat is wat ik altijd doe. Dus hè. Ik hou ook absoluut niet van metallic lipsticks. Dus daar blijf ik meestal ook vanaf. En dit is niet alleen een donkere kleur, maar ook een metallic. En dit is de LA Girl Metal Liquid Lipstick. En dit is in de kleur Prism. Tenminste, ja. Dit is de kleur Prism. En het is een beetje een roze, rood, paarsachtige kleur. Oké, nou die zit erop. Ik moet wel zeggen dat hij er niet echt heel smooth op ging. Maar dat maakt niet uit. De kleur is wel mooi. Hij is ook niet super metallic. Daar ben ik wel blij mee. Gewoon een beetje. Net genoeg. Ik vind dit op zich wel gewoon kunnen. Ja, alleen niet echt met de ooglook, maar whatever. Ja, dan als laatste setting spray. Dat is ook niet per se iets wat je daar anders mee kunt doen. Het enige wat ik dan normaal doe is, ik pak meestal een matachtige setting spray. Dus ik zal vandaag deze van niks gebruiken. Dit is de Dewy setting spray. En dan is de look helemaal af. Nou mensen, dit was dan de look. Ik heb nog wel echt mijn best gedaan om er iets moois van te maken. Ik vind de ooglook oprecht wel echt heel mooi. Ik ben alleen niet zo blij met mijn huidmake-up en ook die highlighter. Ja, niet zo mijn ding. Ik vind de lipkleur wel heel mooi. In combinatie met een hele andere ooglook zou die echt geweldig zijn. Ik vond het wel heel leuk om dit te doen, want het is toch een beetje anders. Want ja, de meeste mensen neigen toch wel om keer op keer naar steeds dezelfde producten te grijpen. Dus het is wel leuk om een keer andere producten te gebruiken die ik, ja, niet echt heel vaak gebruik. En als je geluk hebt, ontdek je zelfs nog iets waarvan je denkt, oh, nou, dat vind ik toch wel mooi. Maar ja, dat had ik vandaag niet echt. Nou ja, in principe was het dit dan. Vond je de video leuk? Vergeet niet een like achter te laten. Laat ook een leuke reactie achter. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei!